Zijn naam is Klein, maar hij droomde groot. Heel groot. En het heeft hem, Joost Klein, veel gebracht in het leven. Een leven dat vol zat met ups en downs. Van zijn beide ouders verliezen, tot optredens op uitverkochte festivals, tot het Eurovisie Songfestival. Maar wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Je ziet het allemaal in deze video. Voordat ik begin wil ik iedereen even vragen die nieuw is te abonneren en een duimpje omhoog achter te laten. Ja, dat hebben jullie nu allemaal gedaan. Mooi. Daarnaast wil ik ook nog vermelden dat waar ik bij mijn video's altijd erg diep inga over het verleden van een bepaald persoon, ik dat bij deze video ietsjes minder ga doen. Ik zal natuurlijk de belangrijkste punten wel even kort vertellen, maar mocht je nou echt een heel bijzonder uitgebreide video over het leven van Joost willen zien, dan moet je even naar het Belgische Albert kanaal gaan. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Oké, ik ga het dus proberen in het kort te doen. Joost is namelijk geboren op 10 november 1997 in Britsum, oftewel Friesland. Hij groeide daarop met zijn gezin, bestaande uit zijn ouders, een broer en een zus, die allebei 15 en 14 jaar ouder waren dan Joost op dat moment zelf was. Hij was een slimme jongen en hij ging dan uiteindelijk ook naar het stedelijk gymnasium in Leeuwarden. Toen hij daar in de brugklas zat, hij was dus 12 jaar, verloor hij wel zijn vader al aan kanker. Maar ik mis ons en ik mis thuis. Hierna kwam een moeilijke tijd aan, een tijd waarin hij het dan ook niet altijd makkelijk had met zijn moeder. Toen het eindelijk weer een beetje beter leek te gaan, overleed ze ook plotseling aan een hartstilstand. Daar sta je dan, bij de crematie van je ma. Joost werd toen opgevangen door zijn oudere broer en zus, waarvan hij ook beide de geboortejaren heeft getatoeëerd op zijn vingers. En dat zegt naar mijn mening best wel veel. Het is voor jullie denk ik ook allemaal duidelijk dat Joost dus een erg moeilijke jeugd heeft gehad. Hij had toen één uitlaatklep en dat was het internet, waar hij al een tijdje op actief was. Hij was er namelijk vroeg bij op Hives en had ook al sinds zijn 10e al zijn eigen YouTube-kanalen. Het begon toen met Klikobak 50 in 2008 om daar dansfilmpjes op te kunnen uploaden. En hij maakte daarna als DJ Sandwichman, ja, bijzondere namen weer, remixes van muziek. Uiteindelijk maakt Joost op 16 september 2010 zijn huidige kanaal aan, dat toen nog Eenhoorn Joost heette. En eigenlijk was Joost vanaf dat moment al niet meer in een categorie te plaatsen. Het was namelijk niet zomaar een YouTuber of later zomaar een muzikant. Nee, Joost ziet zichzelf graag als een kunstenaar. Een kunstenaar die in het begin bijzondere filmpjes maakte en uiteindelijk een heel diverse collectie aan muziek heeft gemaakt met tal van verschillende genres. Verder vertelde hij ook bij DWDD, toen dat nog bestond, dat hij in het begin wel 4 video's per dag maakte die eigenlijk allemaal het licht niet zagen. Alleen zijn oudere broer en zus kregen toen deze filmpjes te zien. Dus ik maakte elke dag zo'n 4 video's die de daglicht niet hebben gezien, behalve mijn broer of mijn zus, naar wie ik ze stuurde, en dat was het. De YouTube-carrière van Joost was in het begin wel nog een beetje rommelig. Zijn kanaal groeide namelijk niet erg snel en hij maakte voortdurend ook uitstapjes naar andere en ook nieuwe kanalen. Zo had hij de kanalen MC Johan en deed hij mee in het communitykanaal NL Game Reviews, het groepskanaal Bash en had hij uiteindelijk ook nog het kanaal Diego Cartes. We gaan ons nu even richten op zijn hoofdkanaal, om het zo te noemen. Dat was toen Eenhoorn Joost. Hij uploadde zijn eerste vindbare video op 17 april 2011, genaamd Koffieleut. Een, ja, bijzonder acteerfilmpje. Ik zal hem even in de beschrijving zetten. Hiernaast heeft Joost tal van dit soort zelfde soort sketches en dergelijke gemaakt, maar bleef hij nog erg onpopulair. Toch, door alle inspanningen behaalde hij in maart 2015, maar liefst 4 jaar later, de 10.000 abonnees. En toen ontplofte zijn kanaal. Ineens nam hij toen op met allemaal grote YouTubers en werd hij ook een van de grote YouTubers die Nederland op dat moment kende. Hij ging dan ook naar de Dutch YouTube Gathering. Joost maakte op dat moment tal van video's en hij had onder andere de serie Boekdag, wat eigenlijk gewoon een dagboek was, en Breinpijn, waarin hij ging reageren op comments. Toch zijn al deze video's helaas niet meer online te vinden, want Joost heeft ze ergens rond 2015 of 2016 verwijderd. Wat wel nog te vinden is dit interview in het Fries.
toen Joost 50.000 abonnees had en hij nog vertelde te streven naar 1 video per week te uploaden. Hier volgt even een klein stukje dat ik het toch zelf wel grappig vond. En hoe is het virus, ik bedoel bij Dij is het virus ontstaan bij het Benne het theater, hè? Hoe is het bij Dij eigenlijk kamers? Er is 4 bij te maken begon. Ja. Hoe is het zo kamer? In deze periode stopte Joost ook met zijn middelbare school. En waar je dan verwacht dat hij meer video's zou maken, was dit niet het geval. Want zijn passie voor het maken van video's droop een beetje weg. Hij maakte toen een diss track en dat was niet over 1 iemand, maar over heel YouTube Nederland. Omdat iedereen alles maar voor de views deed. Uiteindelijk verwijderde hij dus op enkele video's na al zijn oude video's en ook deze diss track. Hij deed dit omdat hij de video's niet meer goed vond of zich er niet meer fijn bij voelde. Maar ik mis die oude tijden toen van Lilo en Stitch. Van de periode hierna staan nog een aantal filmpjes online, waarin Joost, als kunstenaar natuurlijk, soms wel erg bijzondere dingen doet. Dit was even een klein stukje uit 1 van die filmpjes. Rook je? Nee, bud. Dit is niet roken, man. Dit is waterpijp en check voor hem, man. Ken je dat? Uiteindelijk uploadde Joost op 10 november 2016 zijn eerste muziekvideo op het Eenhoorn Joost kanaal. Het was zijn nummer Bitches, dat ondertussen meer dan 1 miljoen views heeft op YouTube. Naast het ene nummer brengt hij in 2016 ook zijn allereerste album uit, genaamd Dakloos. De naam is te verklaren omdat Joost, ja, simpelweg een tijdje dakloos was. Althans, dat waren de geruchten. Het verhaal ligt namelijk ietsjes genuanceerder, want Joost was gewoon vergeten dat hij al uit zijn huis moest. Tuurlijk, daardoor was hij ook een tijdje echt dakloos, want hij had geen huis. Maar hij had wel een kantoortje of iets dergelijks waar hij zijn spullen kon neerleggen. En hij sliep toen een tijdje bij zijn goede vriend Kelvin en bij andere goede vrienden van Joost. Ik had gewoon even geen huis omdat ik eruit moest. Ik was vergeten wanneer ik eruit moest. Na zijn muziekvideo's komt er wel nog een, ja, naar mijn mening, typische Joost-video op zijn kanaal. De video Ik ben jarig. Kijk zelf maar even mee naar een paar kleine stukjes met Martijn, oftewel Stuntkabouter en Joost zelf. Hey jongens, welkom op het kanaal van Eenhoorn Joost. Ik ben niet Eenhoorn Joost, ik ben Martijn. Misschien kennen jullie mij wel van mijn vlogs. Weet je waar we heen gaan vandaag? Nee man, ik ben wel benieuwd. Je favoriete plek, joh. Waar? Het Vondelpark! In de jaren erop, 2017 en 2018, stond Joost ook een soort van, is voor mij nog niet helemaal duidelijk hoe dit zit, onder contract bij het label Top Notch. Hij bracht hier zijn eerste grote hit uit, genaamd Scandinavian Boy. Maar toch besluit hij alweer snel weg te gaan bij het label, om zijn eigen label, onder leiding van zijn oudere broer, op te richten. Dit is het label Albino Sports, waar nu precies 2 artiesten onderdeel van uitmaken. Het zijn Joost en Brunson. Ik kill deze sessie, jij kan hem niet eens kneuzen. Ja man, 101 Brunson man. Vanaf het moment dat Donnie, die ook een erg goede vriend van Joost is, hem vroeg als voorprogramma bij een show, begon Joost het maken van shows serieus te nemen. Hij heeft zelf altijd al als enige doel progressie gehad en wil ook altijd een vette live show neerzetten voor zijn fans. Hij vergelijkt dit een beetje met GTA. Het klinkt misschien raar, maar er zit echt gewoon een beetje logica in. Je speelt het namelijk om te grinden en ergens naartoe te werken. Als je geld ziet, is het hele doel van het spel ook weg. Aldus Joost. Zo ben ik niet, daar gaat het me ook om. Werken voor jezelf is toch leuk? Waarvoor doe je dan? Dan krijg je gewoon geld, dat is gewoon nep. Dan is het gewoon Monopoly money. Hoe leuk is GTA met nep geld? Met die, hoe leuk auto, blablabla. Ja, dan heb je een jet. 1 seconde later ga je andere spel spelen. Bam. De grote doorbraak op de podiums komt voor Joost als hij wordt gebeld door Lowlands om daar in de zomer van 2018 op te treden. Hij had toen nog maar nauwelijks eigen shows gehad en stond ineens op Lowlands. Hij moest er dan ook van huilen. Ik had amper boekingen en ik had gewoon Lowlands gepokken. Ik moest gewoon huilen, ik zweer je. Wauw. Uiteindelijk was het een groot succes en na zijn indrukwekkende optreden op Lowlands in 2018 begon Joost ook aan een reeks van succesvolle hits. Zijn enthousiaste live optredens en ja, zijn unieke stijl als kunstenaar trokken steeds meer fans. Maakte dan ook de liedjes Meeuw, Oom Robert en Glazie Water. Die werden allemaal miljoenen keren gestreamd op Spotify en andere platforms. Daarnaast maakte hij ook nog eens het M van Marketing album samen met Donnie. In 2019 en 2020 was Joost dan ook niet meer te stoppen. Hij was te zien op grote festivals zoals het Solo Weekend, Down the Rabbit Hole en Paaspop. Hij wist elke keer weer het publiek te verrassen met zijn inventieve
En ja, vaak echt absurde podiumacts. En zijn shows waren dan ook bijna altijd uitverkocht. Maar toen kwam corona. Veel artiesten, waaronder dus ook Joost, zagen de opkomst van de COVID-19-pandemie in 2020 als een enorme klap. Zijn carrière viel een groot deel stil door de annulering van al zijn live optredens en festivals. Maar hij maakte wel gebruik van deze tijd om zich opnieuw te oriënteren en te concentreren op het maken en opnemen van nieuwe muziek of kunst. Hij bracht toen onder andere de nummers Papa en Mama en Ik Wil Je Uit samen met de Kreuners. In de nasleep van de coronapandemie bracht Joost Klein ook het nummer Wachtmuziek uit. En dit nummer, dat al snel veel aandacht kreeg, bevatte ook emotionele teksten. Een passage uit het nummer die heel veel fans raakte was bijvoorbeeld... Mijn vader die daar lag, gezien maar geen gezag. We zien wel met de dag, we zeggen geen gedag. Mijn moeder die daar lag, ik denk vaak aan die dag. Natuurlijk doe ik dat in mijn natuurlijke habitat. Het absolute hoogtepunt van zijn terugkeer naar COVID was zijn optreden op Pinkpop in 2022. Tijdens het optreden bracht Joost een nieuw en echt bijzonder emotioneel nummer ten gehore. Dit was Florida 2009. Dit nummer waarin hij openlijk sprak over het verlies van zijn ouders raakte het gehele publiek heel erg diep. Het was de eerste keer dat Joost zo openlijk zijn gevoelens en verdriet over het verlies van zijn ouders deelde in zijn muziek. De emotie was voelbaar in zijn stem en het optreden en het publiek was ook merkbaar geroerd. In de dagen na zijn optreden werd Joost ook overspoeld met steunbetuigingen en niet alleen van zijn fans, maar ook van een heel aantal bekende Nederlanders en Belgen. Kort na het uitbrengen van een ander album, genaamd Friesland, bereikte Joost ook een ongekend hoogtepunt in zijn carrière met de release van het nummer Friesenjung. Dit Duitszalige nummer, wat een samenwerking was met de Berlijnse rapper Ski Agu, als ik het zo zeg, werd een enorme hit in zowel Nederland, maar eigenlijk nog veel meer in Duitsland. Het heeft dan ook ruim meer dan 100 miljoen streams behaald op Spotify en daar meerdere weken in de hitlijsten gestaan. Uiteindelijk deed Joost in het najaar van 2023 ook mee aan de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Hij heeft hiervan zelf een top 10 Joost Klein Moments geüpload. En dit was ook weer typisch Joost gedrag en op een Joost manier geëdit. Op zich wel leuk om even te kijken, dus ik zet het linkje in de beschrijving. Maar wat belangrijker hierin is, is wat Azit zegt tijdens een van de afleveringen. Het feit dat Joost gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival 2024 voor Nederland... In ieder geval het wil gaan proberen. Hij gaat meedoen aan Eurovisie Songfestival voor Nederland volgend jaar. Wow. Het was op dat moment namelijk nog helemaal niet zeker wie de inzending van Nederland zou worden. De bankzitters zeiden bijvoorbeeld ook dat ze mee wilden gaan doen. Maar uiteindelijk werd Joost wel de artiest die Nederland mocht gaan vertegenwoordigen op het festival. Hij was natuurlijk apentrots op het feit dat hij, samen met zijn goede vrienden, zijn kunst mag laten zien op het Songfestival. Hij vertelt erover dit bij Lubach. Onwerkelijk. Ik voel me echt heel erg vereerd dat ik dit mag gaan doen. Ja. Ik vind het gewoon heel vet dat ik mijn kunst mag laten zien die mijn vrienden en ik samen maken. Wat hij in hetzelfde interview vertelt is dat hij ook nog nooit zo lang aan één en hetzelfde nummer had gewerkt. Het nummer Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. En met groot succes. Het nummer was namelijk direct een grote songfestival hit. Het behaalde bij de aankondiging veel meer streams dan alle andere inzendingen. En Joost belandde ook op plek 2 bij de bookmakers. In de maanden na het Songfestival toe bereidt Joost zich ook erg serieus voor op zijn optreden. Hij vergelijkt het namelijk met de Olympische Spelen. Hij is dan ook gestopt met alcohol drinken en erg veel gaan sporten. Oprecht. Ik heb heel veel mocktails en alcoholvrij bier is nu mijn ding momenteel. Oh echt? Ja. Okay. Ik doe wel echt mijn best. Joost hypte zijn optreden volop in de aanloop naar het festival. Hij zou iets gaan doen wat nog niemand ooit had gedaan op het Songfestival. Erop terugkijkend is dat ook best wel gelukt, maar wel in negatieve zin. Toen de halve finale dan eindelijk aanbrak, ging het publiek ook echt volledig uit zijn dak. Het optreden was echt perfect. Het was mooi qua muziek, de emotie zat er goed in en het was super energiek. Maar dan gebeurt er iets na het optreden van Joost.
De eerste onduidelijkheden die komen op vrijdag. Er werd namelijk bekend dat Joost was betrokken bij een incident. Hij mocht hierdoor niet repeteren en zijn optreden voor de vakjury ging ook niet door. Het was eigenlijk nog onduidelijk op dat moment of hij wel kon meedoen aan de finale. Er kwam dan ook veel rumoer rondom het Eurovisie publiek, want niemand wilde vertellen wat er nou precies was gebeurd. Er gingen tal van geruchten rond waarover het onderzoek zou gaan. Zou het onderzoek gaan over het interview van Joost op donderdagavond? Of had hij iemand geslagen? Of was het alleen een slaande beweging? Wat is er nou precies gebeurd? Gedurende het hele Songfestival was er al spanning. En de spanning had eigenlijk alles te maken met de deelname van Israël aan het grote festival. Waar Rusland wel nog werd uitgesloten van deelname door de inval van Oekraïne, mag Israël, een land dat op dit moment ook gewoon in een oorlog is, wel meedoen. Jean-Philippe de Tender, de directeur media bij de EBU, zegt over de deelname van Israël het volgende. Omdat wij geen... Ja, daar komt het. Politieke beslissingen nemen kan wat er op wereldvlak gebeurt niet onmiddellijk een impact hebben op de deelname aan deze editie van het Eurovisie Songfestival. En het was een deelname die tot heel veel discussies leidt. Ook mede door de eerste inzending genaamd October Rain. Die zou refereren naar 7 oktober, de dag waarop Hamas Israël zou hebben aangevallen. En hier begint het eerste gerucht, want ook Joost lijkt het niet eens te zijn met de deelname en maakte donderdagavond na zijn optreden een snerende opmerking naar Israël. Hij zat al aardig ongeïnteresseerd bij de persconferentie, dat kunnen we wel allemaal toegeven, en maakte deze opmerking na een kritische vraag aan de Israëlische zangeres. De begeleider vertelde namelijk meteen dat ze de vraag niet hoefde te beantwoorden, waarop Joost onder zijn vlag vandaan kwam en vroeg why not. Why not? If you want to answer. En onze Joost die zei, of vroeg ineens van waarom niet? Het eerste gerucht zou zijn dat door dit incident een onderzoek was gestart naar Joost. Maar dat is niet het geval. Dit heeft helemaal niks met het onderzoek te maken. Het was namelijk zo dat na het optreden van Joost in de halve finale hij meteen werd gefilmd. Ondanks, volgens Avrotros, gemaakte afspraken dat dit verboden zou zijn bij Joost. Er zou toen meermaals zijn aangegeven dat het filmen ongewenst was en ze hebben dan ook, als het goed is, als delegatie gevraagd of ze hiermee wilden stoppen. Op het internet duiken later ook de volgende beelden op. De man in deze video zou Dov Giohar zijn. Dit is een nieuwslezer van een Israëlisch mediabedrijf. In deze beelden ze zien dat Appi, de vogel op het podium, en de beveiliger van Joost aanwezige man willen weghalen. Er lijkt hier echt een redelijk gespannen sfeer te zijn. Daarna duiken er ook nog eens beelden op van de Israëlische Keren Peles, als ik het zo goed zeg. Zij schreef mee aan het lied Hurricane van Israël en wordt steeds vaker gelinkt aan het disqualificeren van Joost. Op haar Insta-verhaal, wat ondertussen op privé staat, duiken namelijk deze beelden op waarin ze Joost stiekem aan het filmen is. Maar toch lijken al die dingen van Israël die ik net heb genoemd niet de reden zijn geweest voor het incident. Wat er nu bekend is dat er een dreigende, ofwel slaande beweging is gemaakt richting een jonge, vrouwelijke verslaggever of cameravrouw die werkte bij het tv-productieteam van de organisatie zelf. Het incident waarvoor Joost vervolgd wordt, zou dus niks te maken hebben met de gehele Israëlische delegatie. En hierin gaan eigenlijk twee verhalen in de ronde. Volgens een Zweedse krant, wat een soort Daily Mail is, zou Joost de camera hebben gesloopt. Maar volgens de Avrotros zou Joost helemaal geen fysiek contact hebben gemaakt. Het verhaal van de cameravrouw is op dit moment nog niet duidelijk. Hier is nog niks over naar buiten gebracht. Maar volgens de EBU zou zij het allemaal wel anders hebben ervaren dan de Avrotros en Joost laten blijken. De Zweedse krant Aftonbladet die vertelt dat Joost in het politierapport zou hebben aangegeven dat hij al erg gestrest was door alle fotografen. Hij zou hierdoor agressief zijn geweest en dus wel de slaande beweging hebben gemaakt richting de cameravrouw. Deze cameravrouw zou direct na het optreden van Joost hebben gewacht om een video van hem te maken. Net zoals zij deed bij alle andere deelnemers zoals je nu op het beeld ziet. Maar de video van Joost, die is niet te vinden. Er zijn ook een boel getuigen, maar die zijn allemaal van net na het incident, aldus de Zweedse krant. En die beschrijven dat Joost heel erg berouwvol was na het incident en ook meerdere keren heeft herhaald dat het hem heel erg spijt. En ook bij de loting, waar heel veel video's werden gemaakt van ieder land, is er bij Joost alleen een foto te vinden. Het heeft er dus alle schijn van dat er vlak na het optreden van Joost op donderdagavond iets is gebeurd met een cameravrouw die bij de EBU werkte of bij het Songfestival in het algemeen.
Wat er nog precies is gebeurd, dat moet nog maar blijken. Maar dat komt vast later pas uit in de rechtszaak. En als update wil ik nu nog toevoegen dat de advocaat van Joost gisteren voor het eerst een reactie heeft gegeven op het hele voorval. Volgens hem zou Joost helemaal niemand hebben bedreigd en werd slechts de camera weggeduwd nadat meerdere keren is gevraagd of diegene wilde stoppen met filmen. En al met al blijft het ook een heel lastig verhaal, want waar aan de ene kant het personeel natuurlijk beschermd dient te worden op de werkvloer, moeten de regels van de artiesten ook worden gehandhaafd. En dit is iets waar de EBU al veelvuldig kritiek op heeft gekregen, omdat de druk van de artiesten al ontzettend hoog is. En, er naar verluidt, maar weinig beschermende regels voor hun in werking zijn. De uitspraak van de zaak komt pas over een aantal weken. Dus tot dan is het afwachten welke straf Joost voor zijn acties zal krijgen en wat precies zijn actie nou was. Het lijkt een straf te worden in de vorm van een geldboete volgens de Zweedse krant, maar het kan toch in één keer ook erger uitvallen. Dit zullen we allemaal gaan zien. Ongeacht de uitslag van de rechtszaak zal Joost samen met zijn hechte groep vrienden doorgaan met het maken van kunst in muziekvorm. Voor deze zomer is hij dan ook al geboekt op diverse festivals zoals de Zwarte Cross en Seajet. En we zullen gaan meemaken of hij volgend jaar weer meedoet bij het Eurovisie. Dit was de Video Studio, tot de volgende. Ik een rapper broertje, ja jij moet je schamen.